met de T-Rex-trein door het centrum. Ze blijven nog even knipperen. Het grootste pop-up warenhuis van Nederland. En is Oegstgeest echt zo aantrekkelijk? Welkom bij het Unity TV-nieuws van vrijdag 1 juli. In Leiden zullen binnenkort toeristentreintjes door het centrum rondrijden. Het zijn treintjes die vanaf september de bezoekers van de T-Rex tentoonstelling in Museum Naturalis naar het centrum kunnen brengen. Op die manier kan Leiden ook profiteren van de vele bezoekers die de T-Rex Trix zal gaan trekken. Maar niet iedereen is even blij met de zogenaamde Trix treintjes. Deze voertuigen zullen Leidenaren veel in de stad gaan zien vanaf september. Ze rijden tussen Naturalis en het centrum en bezoekers kunnen overal op- en afstappen. Ja, dit zijn natuurlijk fantastische plekjes. Dus als je hier niet uit wil snappen, dan snap ik het niet meer. Als je kiest voor de binnenstad en je komt op dit soort locaties, dan ben je al verleid, dan ben je om. En dan ga je eruit en het maakt niet uit, want over 10 minuten, kwartier kun je opstappen bij de volgende. Dan rij je allemaal de vaste routes. En dat kun je een paar keer per dag doen, dat maakt niet uit. Dus hoe langer men in de binnenstad verblijft, hoe beter wij het vinden. Nou, het doel is ontsluiting van de stad, zorgen dat delen met elkaar verbonden worden. En eigenlijk voornamelijk om de vele bezoekers die van buiten de stad naar Naturalis trekken te verleiden de binnenstad in te gaan. Want ja, de stad heeft natuurlijk veel meer te bieden dan alleen maar het Naturalis Museum. En op deze manier leggen we de verbinding tussen die twee delen. Maar in de Leidse gemeenteraad is ook kritiek. Het CDA is kritisch en met name GroenLinks en de ChristenUnie zijn bang voor verpretparkisering van het Leidse centrum. En Leiden is niet een stad om naar te kijken vanuit een of ander treintje, maar het is een stad om te beleven. Om te wonen, om te werken. En iedereen die dat wil doen is hier van harte welkom. Maar vanuit zo'n treintje een beetje truttig naar de stad staren, ja, daar heb ik niet echt positieve associaties bij. Nou, wij zijn bij Centrum Management eigenlijk vooral verbaasd. Wij dachten dat iedereen in de gemeenteraad blij zou zijn met de verbinding tussen het Bioscience Park en de binnenstad. Maar er is toch wat kritiek gekomen inderdaad. Stichting Stadsparkeerplan Leiden rijdt al jaren probleemloos met busjes door de stad en begrijpt dan ook niks van de kritiek. Het is een A-merk, Leiden is zelf een A-merk. En wij willen dat in de markt zetten. Als we die binnenstad economie op peil willen houden, sterker, er zit veel meer in. Dan zullen we dit soort dingen moeten blijven doen. Voorlopig is een meerderheid van de gemeenteraad positief over de Trix-treintjes. Ze staan er pas sinds april, maar ze zijn nu alweer uitgeschakeld. De verkeerslichten op de kruising Lammenschansweg met de Sitterlaan in Leiden zijn sinds deze week aan het knipperen. En dat blijft nog wel een tijdje zo. Ja, de Kanaalweg is natuurlijk dicht voor een anderhalf jaar. En het verkeer vanaf de Sitterlaan dat kon volgens jullie dan niet meer de Lammenschansweg op, omdat het te druk zou worden. Dus de gemeente heeft verkeerslichten geplaatst. En nou valt ons op dat sinds maandag de verkeerslichten uitstaan. Ja, want we zagen ook weer dat met die verkeerslichten er wel file druk ontstond op de Lammenschansweg en op de Sitterlaan. En mensen zeiden, nou, test nou eens wat er gebeurt als we die verkeerslichten niet aan hebben staan. Nou, dat hebben we de afgelopen week getest. En de eerste voorlopige resultaten zijn dat het ook goed blijft functioneren en veilig. Dus we houden die periode nu even wat langer aan gedurende de zomer om te kijken of het verkeer zich gewoon goed blijft regelen zonder verkeerslichten. Dus de verkeerslichten waar iedereen 's ochtends voor vaststaat, die gaan nu uit voor een onbepaalde tijd. En dan gaat de gemeente kijken, joh, als het te druk wordt, dan trekken we weer aan de rem. Klopt, de verkeersmodellen zeiden eerst, het is echt nodig, want anders kan je vanaf die Sitterlaan die drukke Lammenschansweg niet opkomen. Nou ja, het blijkt zich toch gewoon goed te regelen. We houden wel de verkeerslichten, laten we nog even staan, omdat er straks natuurlijk ook nog weer iets gaat gebeuren bij de Jan van Houtbrug. Die gaan we renoveren, richting de Levendaal. Dus ja, we laten de verkeerslichten toch even staan, want het is aan de ene kant mooi in Leiden. We zijn ontzettend aan het investeren, er gaan heel veel projecten komen. En op de korte termijn geeft het ook wel eens overlast, omdat we dat allemaal moeten maken. Ook in andere delen van Leiden wordt de invoering van betaald parkeren uitgesteld. In Groenoord-Zuid, Nieuw-Leiden, Noorderkwartier, De Kooi en de Zeeheldenbuurt zal betaald parkeren starten op maandag 18 juli. Dat is 2 weken later dan gepland. Eerder deze week werd gemeld dat fase 4 ook verschoven werd, namelijk naar medio 2017. Onder fase 4 valt onder andere Groenoord-Noord en bedrijventerrein De Waard. De reden is dat de parkeerautomaten nog niet werken vanwege problemen met de stroomaansluiting. Om dit op te lossen moeten de stroomkabels worden verlegd. Voor de verlegging en het testen is 2 weken nodig. Oegstgeest is de meest aantrekkelijke gemeente van Zuid-Holland op Wassenaar na. Opinieweekblad Elsevier publiceert jaarlijks een lijst van meest aantrekkelijke gemeenten in Nederland.
Oegstgeest staat op nummer 8 van de 390 gemeenten. En dat betekent een stijging ten opzichte van vorig jaar. Toen stond de gemeente op de 14e plek. De lijst is gebaseerd op criteria als overlast, bereikbaarheid, groen, natuur en voorzieningen. Vorig jaar stonden we op 14 en we zijn weer terug in de top 10. En ja, we denken dat dat wel terecht is. Het is een bevestiging dat we een aantrekkelijke woongemeente zijn. Alle Oegstgeestenaren zijn er al zeer van overtuigd dat dat zo is. We hebben een actieve gemeenschap, we hebben een hoog voorzieningenniveau. Midden in de Randstad, groen en natuur is verzekerd hier. De bereikbaarheid is goed. We hebben goede verbindingen met Schiphol, met Amsterdam, Den Haag. Dus kortom, een ideale plek zou je zeggen om te wonen in de Randstad. Maar bewoners zelf hebben hier ook nog wat over te zeggen. Dat hoor je zo in de poll van vandaag. Leidse wethouder Robert Strijk hoeft deze week niet meer urenlang in de file te staan op weg naar zijn werk. Vanaf vrijdag reist hij op een fiets door de Leidse straten. Dit in het kader van de actie Gaat 3.0. De initiatiefnemers zijn de actie gestart omdat ze willen dat meer mensen de fiets naar hun werk pakken in plaats van de auto. De wethouder is niet de enige die fietsend op de speedbike naar zijn werk kan gaan deze week. Want ook werkgevers en werknemers kunnen zich aanmelden voor de actie op de website van Ga 3.0. Mensen die zich aanmelden kunnen een week lang de speciale fiets uitproberen. Nou, gefeliciteerd met uw nieuwe fiets, meneer Strijk. Ja, mooi hè? Voor een week hè? Ik mag hem een weekje testen, deze fiets. Ja, ik kijk daar wel naar uit. En wat is het nou, waarom is dit? Ja, we gaan aan een aantal mensen in Leiden vragen die misschien ook wel een voorbeeldfunctie hebben. Maar we proberen vooral directeuren van bedrijven nou eens te verleiden. Ga nou eens op zo'n fiets zitten, maak het mee. En wie weet merk je dat dat voor jou en je bedrijf een hele goede actie is. En er worden nu ongeveer 1000 parkeerplaatsen aangelegd. En nu moet iedereen uit de auto. Ja, wat we denken dat het goed is. Er wordt in Leiden al heel veel gefietst. Ik zei het net al even, de Leidenaar die pakt gemiddeld 2 keer per dag de fiets. En dan fietst die gemiddeld 1,4 kilometer. Dus alle Leidenaren bij elkaar fietsen een paar keer de aarde om per jaar, per dag. Maar we willen dat er nog meer gefietst wordt, ook voor de wat grotere afstanden. Als je naar je werk gaat en je bijvoorbeeld in Katwijk werkt, of je gaat naar het strand in Katwijk of Noordwijk of naar Den Haag. Nou, en dan willen mensen vaak niet bezweet op het werk aankomen. En nou, dan helpt zo'n fiets met een trapondersteuning, die helpt daar goed in. En dat vinden we als Leiden belangrijk, want de enige manier om onze stad bereikbaar te houden, is echt dat we meer gaan fietsen. En het is gezond voor je, dus dat is ook nog een mooie. En deze actie, die zorgt ervoor dat eigenlijk iedereen 3 dagen lang zo'n fiets kan krijgen, om het gewoon eens te testen. Maak het mee, en dan zul je zien, dat wil je voortaan vaker gaan doen. Het voormalige pand van de V&D heeft tijdelijk een nieuwe bestemming. Op de begaande grond is een pop-up warenhuis opgetrokken, waar de komende 2 maanden van alles te doen is. Ja, een combinatie van cultuur, winkel en kunst. Met name het culturele gebeuren, dat zal gaan plaatsvinden op het pop-up podium bij de monumentale trap. En daarvan zijn we nu nog bezig met het samenstellen van het rooster. Maar het gaat ook zo meteen live en zullen we ook in de etalage communiceren wat er allemaal aan evenementen gaat gebeuren. De pop-up ondernemers hebben een tijdelijke winkel in het pand. En ook hier veel diversiteit. Ja, we hebben dus een combinatie van bloemenboten, watertuin en Eduard. En we hebben ook nog de kasten van Klaas en de kindermeubeltjes van Jut en Juul. Zo zijn we met z'n vieren. Maar met name de bloemen van de bloemenboot en mijn tassen zijn een hele leuke combinatie. Dames, wat gaan we doen in de pop-up store? Exposeren. Ja, we zijn helemaal blij. We zijn hartstikke blij. Het is een hele mooie locatie. Ik ga Turkse cultuur laten leren kennen en een Turkse naai verkopen. Nog niet alles is klaar, maar dat maakt het winkelend publiek niet veel uit. Zij zijn vooral blij dat er weer iets gebeurt. Ja, fantastisch. Fantastisch. Het ziet er heel gezellig uit. Ook heel fijn dat het pand weer bezet is, zeg maar, qua winkeltjes, qua stores. Ja, zeker. Ja, miste toch wel de V&D. Voor Leiden wel weer heel goed om dat lege pand opgevuld te hebben qua aanzicht voor de toeristen en dergelijke. Zeker, zeker. Dat is gewoon behoud van de stad, hè? Ja. Ja, dat is gewoon behoud van de stad. Een V&D weg, ja, dat was toch heel erg. En dit, ik vind dit een geweldig procedé. Pop-up store is vanaf deze week open. Volgende week vrijdag is de officiële opening. Oegstgeest scoort goed op de lijst van aantrekkelijke gemeenten. Wat vinden bewoners van de aantrekkelijkheid van hun eigen dorp? Heel leuk, maar ik woon er momenteel niet meer. Maar ik heb er wel gewoond. Wat is er zo leuk aan Oegstgeest? Het is heel leuk voor de kinderen. Alles met de fiets, lopen. Alles dichtbij. Wat kan ik nog meer zeggen? Ja, wat is het? Leuke buurtjes. Veilig. En waarom zou je er niet willen wonen? Geboren en getogen Warmonden, hè? Dan ga je niet gauw over de Tolle Hek heen. Ja, is de reden. Ja. Wat is het mooiste in Oegstgeest? Wat is het mooiste? Oh, nou dat vind ik wel moeilijk hoor. Ik denk het Leidse Hout, de bossen.
bos, dicht bij het water, dicht bij alle uitvalswegen. Dat zeg ik juist, in de winkels zijn ze reuze aardig. En gewoon de buurt waar wij wonen is ook leuk. Ook leuk. En dan nog het weer. Het was vandaag een grijze dag met aardig wat regen hier en daar. De weerfoto van vandaag is gemaakt door Jon van Gruizen in Oegstgeest. Vanavond en vannacht wordt het koeler, rond de 14 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar de wind trekt wel wat aan. Morgen blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en wordt vrij stevig. We gaan af en toe de zon zien bij 17 graden. En dan kijken we nog even naar het weer voor de rest van de week. We zien zon en bewolking. De regen blijft weg, alleen donderdag kunnen we een spatje verwachten. De temperatuur is vrij stabiel, rond de 19 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Zaterdag om 6 uur melden we ons weer met het weekoverzicht. In de tussentijd houd je op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. En ik wens je nog een heel fijn weekend.